Tom, de Grand Prix van Saudi-Arabië staat op de planning op het uh, stratus Kwi in Jeddah. Je hebt al eens een keer de halve layout gereden. Uh, ja. Pilletjes knijpen of uh, Ja, Nee, dit is echt een spectaculaire baan. Ik heb daar zelfs zo erg gehad dat ik, uh, ik denk wel, 15 ronden nodig heb gehad om een bocht vol gas te nemen. Terwijl die makkelijk, makkelijk vol gas was. Maar iedere keer ging toch heel voorzichtig dat voetje ging zo omhoog. Dus nee, de, deze, deze baan is echt mooi aangelegd. Serieus spectaculair. Goede rempunten en dan heb ik nog maar de helft gereden. Ik was eigenlijk wel jaloers. Ik wilde die, die, die uh, kombocht wilde ik, uh, wilde ik toch ook een keertje voelen. Uh, helaas niet, maar nee, deze baan, vet shit, big balls. In Bahrein had uh, Red Bull, Verstappen en Perez dus allebei bandenmanagement ontzettend goed onder controle. Bij Ferrari, ja, daar, daar uh, slink uh, ze al zodra je er naar keek. Gaat het net zo belangrijk zijn in, nu in Jeddah? Nou, het, uiteindelijk overal. Maar Jeddah doe je wel iets langer met je banden dan in Bahrein. Bahrein is wel een bandensloper. Um, dus ja, het managen blijft belangrijk. Ik, ik, als ik hem eventjes moet inschatten, doe ik eventjes een 50% minder. Ja. Wat denk je dat Fernando Alonso hier kan doen... als gewoon de Ferraris en de Red Bulls en de Mercedes er gewoon prima weer zijn? Weet je, uh, Fernando is een, is een vechter. Um, dus die moet je op een baan... Zetten waar je ook goed kan inhalen. Dan, dan zie ik hem altijd net eventjes dat, dat extraatje krijgen. Maar hier in Jeddah, ja, om heel eerlijk te zijn. Weet je, inhalen is nagenoeg mogelijk. Puur en alleen uh, op het rechte stuk met de DRS. En anders, anders niet. Dus ik zou niet direct zeggen dat Fernando Alonso hier een podium pakt. Nee. Ik zou zeggen, die wordt gewoon keurig vijfde. En uh, that's it. Mick Schumacher en uh, Nicolas Nativi zijn natuurlijk weg uit de Formule 1, maar denk je dat we nog een klappetje gaan zien die kan scoren op de schaal van Coronel? <laughs> op nou, de schaal van Coronel moeten we natuurlijk een motor zien ploffen, dan is rook, vuur en paniek uitstappen. Hè. Dat zijn de belangrijke factoren uh, wa 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 waardoor je eigenlijk punten van mij uh, krijgt. En de groter de vlammen, de meer punten natuurlijk, de meer sensatie met het uitstappen, de meer paniek. Ja, en ook hoe lang je blijft doorrijden met die motor. Tegenwoordig zetten ze die motoren gelijk aan de kant. En vroeger reden ze lekker mee door. Fisichella, Spa-Francorchamps met die grote rookwolken. Dat, dat je niet eens meer wist waar je reed in de grote vlammenzee. Nee, um, nee, die gaan we denk ik uh, helaas uh, hier niet zo heel snel zien. Dus iets, iets te vroeg in het seizoen daar, uh, daar nog voor. Wat wordt uh, de top drie volgens uh, Tom Coronel voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië? Max Perez Sainz. Kwalificatie pakt uh, Leclerc uh, de Pol. Uh, niet omdat ik vind dat hij het moet doen, maar... Ja, weet je, ik heb gewoon zoiets van die Ferrari is wel goed op één ronde, maar niet op lange afstand. En hij uh, ja, krijgt gewoon weer pech. Ja, helaas. helaas.